onze lunch. Onze lunch. En wat krijgen we? Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Ik weet het dan. Want hij kan niet zo heel goed Engels. Nee, maar... Vertel. We gaan voor de saté. De mee goreng en iets van tempeh gebakken in soja. Dat is echt heel lekker. We hebben gewoon weer aangewezen. Ja. Volgens mij zei hij dat we naar een ander restaurant verderop moesten als we naar een restaurant filmen. Nou, dat is hier niet zoveel. Dat is hier niet zoveel. We zijn trouwens in Moendoek aangekomen, echt nog maar net. Na 2,5 uur op de scooter. Was wel een heel mooi tochtje. Echt heel mooi. En hier gaan we morgen nog een tochtje maken. Dus dat wordt een leuke dag. Zo enthousiast over het eten dat we meteen waren begonnen. Nou, we hebben echt van alles en nog wat gekregen. Echt alles. Alles wat ze naar zijn. Heel veel herrie. Nou, eet smakelijker. Morning. Good morning. Vandaag hebben we een prachtige wandeling op programma. Door de rijstvelden heen. En het schijnt echt heel erg leuk te zijn. De uitzichten zijn nu al fantastisch. De uitzichten zijn nu al mooi inderdaad. Ja, je kan het niet heel goed zien volgens mij op de camera, maar het is echt heel mooi. Het is alleen vanaf nu is het alleen nog maar naar beneden geweest. Dus we weten dat we straks om te eindigen alleen maar omhoog gaan. Je had het net over 180 hoogtemeters. Ja, ik denk dat we die alleen op het einde gaan krijgen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Waar is het pad heen? Het pad loopt door het water. Uh-oh. Nou, dit wordt leuk. Wat mooi, hè? Ja, zeker. Ja, het is ijskoud.
avontuur, hè? Ja. Ja, waterval. Leuk. Ja. Nou, we hebben het gered. Gate. En dit is de Instagram plaats van Bali, dus die moeten we even meepakken natuurlijk. Daar is die. Normaal gesproken stikt het hier van de mensen, maar ja, nu niet. We moesten wel een selfie ticket kopen. Voor 30.000. Dat is niet zo heel duur, dat is 2 euro zoiets. Ja. Maar het staat ook bij, hè? Hier, maximaal 5 minuten mag je foto's maken. Gaan we proberen. Ja. En je denkt dus nu dat dit de ingang is naar een enorm mooie tempel, maar ja. Het is gewoon de ingang naar een golfbaan. Ik denk niet dat de mensen komen om te golfen. Nee. Alleen om foto's te maken hier. Ja, ze verdienen meer aan de tickets hier voor de foto's dan aan de golfbaan. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to
Hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Ja, ik heb wel een spiekbriefje nodig. Ja. Volgende stop, 5 minuten voorbij het bijzonder, ja, bijzondere moment bij de gate. Zijn we nu bij de Pura Ulun Danu Bratan. Dat is een hele bijzondere tempel en die ligt in het water. Het schijnt echt heel mooi te zijn. Dus daar gaan we nu even een rondje lopen en dan gaan we terug naar Ubud. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Levensgevaarlijk.